Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 27. Vandaag onze verrassingsdag moest worden. Het is niet onze verrassingsdag. Het is wel een verrassing, want het is niet doorgegaan. Hoor. Ja, het is niet doorgegaan. Omdat Jolien deze nacht buikgriep heeft gekregen. En heel druk moest overgeven. En omdat ik ook nog wel wat ziek ben. En Sam... Zo gaan we met u? Met mij is alles goed, ja. Oké, met samen is alles goed. Oei, maar dat ruikt. Dus het is allemaal niet doorgegaan. We gingen normaal naar Winterplapsa en naar de Samsung kerst. Ja, nu weten we wel de verrassing. Dus ja, sucks. Maar ja, maar ik zie er weer al uit. Oh, dit zijn zo groot. Oranje. Maar ik voel me niet top. Dus zullen we zien. Het is nu 11:30. Ik ben net uit bed. Om 6:00 deze morgen stond onze wekker. Maar toen stuurde Jolien dat ze niet goed was. Dus dan zijn we maar terug naar bed gegaan. Nu gaan we ontbijt maken. Sam maakt groentjes en ei, eigenlijk vier. Ik laat de ei gele weg en dan eet ik een klein beetje kaas als mijn vet afgewogen, of course, niet dit. En Sam pakt de ei gele als zijn vet. Hè? Ja, twee eiwitten alleen en ja. Twee volle eitjes. Ja. En ik doe geen ei geel. Ja, en er komt nog één sneetje brood bij ook. Ah ja, brood. Maar dat zal ik al afwegen. Zo, ja. So, Sam's breakfast is served. We hebben eitjes met groentjes en brood. De eiwitten, je raadt het nooit, zijn in de vorm van eiwitten. Groentjes, koolhydraten en onze vetten. Ik heb vetten vervangen door de eigeeltjes nog. En we hebben een lekkere thee erbij natuurlijk. En onze Shanta Cups zijn ondertussen even verder. Ik voel me al ietsje beter, maar nog niet helemaal goed. En Sam heeft eten gemaakt. Hij heeft, ik zal het laten zien, rijst met Amerikaans, nee, hoe noemt dat? Amerikaans gehakt. Wat staat erop? En groentjes gemaakt. Zo Amerikaan gehakt, of hoe noemt dat? Dat is het minst vettige. Dus ik ga nu lekker eten. En dan denk ik nog wat tv kijken. Het is nog niet zo laat. Nee. Wat werken zo, en wat zo. TV kijken. En Bob is ook hier. Hé Bob? Bobby? Hier zullen Bob zijn. Wij gaan voor deze video nog onze New Year Resolutions zeggen. Dus onze goede voornemens voor volgend jaar. Aan de hand van een paar vragen gaan we gewoon dingen beantwoorden van vorig jaar, van 2018. Jaar. En dan dingen van voor 2019. Alright. En de eerste vraag is, als je één ding van 2018 kon herbeleven, één moment, wat zou het dan zijn? Ik weet het. Ik heb er twee, denk ik. Twee? Ja. Ik heb er ook één. Ik heb er één, ja. Oké, zeg maar. De Vespa trip zou ik opnieuw willen doen. Oké. Daar had ik nog niet aan gedacht. Dat was echt een hele gezellige reis. En gewoon super fijn met ons twee samen. Heel fijne mensen leren kennen. Ja, dat was heel avontuurlijk. Cool. Iets wat we nog nooit hadden gedaan. Dat was echt gewoon heel plezant. Ik wou zeggen, het moment in Amerika op de pier, als de hele troep manatees zo voorbij kwam. Dat was cool. Dat was wel cool. En mijn tweede was... met Anaïs en Delphine aan
Waar we zo met die surfplank daar hebben gezeten. Dat vond ik ook heel leuk. Oké, twee goede momenten, ja. Drie woorden om 2018 te beschrijven. Ik zal beginnen. Ja. Avontuurlijk. Productief. En... Het zijn er twee, hè? Ik wil zeggen vriendschap of zo. Ik weet niet. Vriendschap? Ja. Oké. Ik vind dat we veel leuke reisjes hebben gemaakt, veel leuke dingen hebben gedaan. Ja. Dus daar staat avontuurlijk voor. Ja, ik vind dat we... Oh, dat is mijn tweede productief. Productief, ik wil eigenlijk druk zeggen, maar druk is redelijk... Negatief woord, dus maak ik er productief van. Want als je druk bezig bent, ben je ook wel productief, denk ik. Ja. Met de webshop en zo. Ja. Altijd heel goed bezig geweest. En met YouTube en Instagram. En dan vriendschap. Omdat we dit jaar best veel hebben gedaan met vrienden, vind ik. Leuke dingen. We hebben er ook goede vrienden bij, Jolien en Jano. Die vriendschap, we kenden die wel allemaal, is echt wel ons, echt wel hecht. Ik kende die nog niet. Ja, jij kende die nog niet en de vriendschap is echt wel hecht geworden in 2018. Maar nog veel meer nieuwe mensen die kennen. Zoals Alessandra is altijd wel een vriendin geweest van mij, maar dit jaar hebben we dat ook wel zo terug echt... meer opgepikt precies als anders. Laurens is een heel goede vriend. Allee, die is kind aan huis geworden. Ja, Laurens was sowieso al een vriend van Sam en die heb ik ook veel beter leren kennen dit jaar en dat is echt mijn broerke. Ik heb Laurens echt heel graag. Ja, we hebben best wel vrienden gemaakt. Heel fijne mensen leren kennen. Onze personal trainer, die ook wel... wel tof is om mee om te gaan en zo. Ja. Dus, ja... Dat zijn mijn drie dingen. Oké. Okay. Nog mijne zijn ondernemend. Ook wel, ja, omdat we het heel druk hebben gehad. Heel veel hebben ondernomen. Jij bent je eigen bijberoep gestart. Ik ben een bijberoep gestart, dus ik heb er een extra job bijgenomen. Plus het vloggen op zich is voor mij ook heel ondernemend geweest. En daarin nieuwe content altijd zoeken en zo en bezig zijn. Ja. Niet zoveel als u, maar wel ondersteunend soms. Reizen wou ik zeggen. Dat hebben we heel veel heel veel kleine tripjes zo gemaakt. Kleine en grote. We zijn naar Amerika twee keer geweest. We zijn naar Italië geweest. Ibiza. We zijn Ibiza geweest. Fussen in Duitsland. Of nee, dat was Fussen, 2007. Ja, dat was Weet het niet meer. We hebben wel veel gedaan, ja. Natuurhuisje hebben we gedaan. Heel weekendjes wegbruggen. Ja, ik weet het zelfs allemaal niet meer. Heel veel gerezen en tripjes gedaan. Zo vond ik heel tof. En mijn derde is liefde, denk ik. Waar we toch echt zo heel hechte liefde hebben gevonden met elkaar. Dat is echt zo... heel jaar door is dat keigoed gegaan. We hebben niks... We hebben tegenslagen misschien wel eens op kleintjes gehad, maar niet. Het is onderling nooit slecht gegaan of zo. Gaat keigoed. Ja, zwaar. Dus ik ben heel blij dat er muchos love is geweest. Cutie. Cutie tootie. Oké, uw lievelingsliedje van 2018. Ja, we hebben pas nog gezegd, hè. Ja. Mijn was Lucid Dreams van... Ik weet zelfs niet wie dat zingt. Ik wil altijd zeggen XXXTentacion, maar dat is niet... Wat? Ah, Lucid Dreams is van Juice WRLD. Van Juice WRLD, ja, dat dus. Ja, dat staat dat bij mij ook mij wel hoog, ja. Ik weet niet, het meest pakkende lied, zal ik zeggen. Ja, dat is wel het nummer wat zo... Elke keer als je dat luistert, dat komt zo binnen. Ik weet niet waarom, maar zo die tekst en die melodie en zo, dat is... Ja. Maar ja, dat staat wel ook hoog bij mij, ja. Nog één wat opeen kwam. Ik weet welke voor u. Ah, nee, ja. Sicko Mode vond ik wel goed. Van Drake en Travis Scott. Vond ik wel een game changer zo. Allee, zo'n ene wat. Nee, geen game changer, maar waar je zo. Als je die de eerste keer luisterde, dan was er van. What the fuck, zo'n speciaal lied zo. Wat de indruk maakte. Eén ding waar we echt naar uitkijken voor 2019.
denk bij mij gewoon weer eigenlijk een beetje hetzelfde als het voorbije jaar. Ik hoop dat het allemaal gewoon goed blijft gaan met de webshop. Daar kijk ik naar uit om daar meer aan te werken. Oké. En ik kijk er naar uit om meer tripjes te doen weer. Ja, ik was aan het denken, zoiets waar ik naar uitkijk, iets wat al vast stond of zo. Gelijk de vakantie die we al gepland hebben of zo, daar kijk ik al naar uit. Ja, daar kijk ik ook naar uit. Ik kijk er ook naar uit om in betere shape te komen. Ja. Omdat het dus nu zo hard aan het trainen zit, daar kijk ik ook wel naar uit. Ja, inderdaad. Wat was het item dat je het meest hebt gedragen in 2018? Ik denk dat dat voor mij heel gemakkelijk is en dat jullie dat ook wel allemaal hebben gezien. Mijn disco pants van American Apparel. Dat is echt waar. Die heb ik echt heel veel gedragen dit jaar. Ja. Dus 2018 was het jaar van de disco pants. Disco pants. Mijn zwarte, die is ook precies een beetje blinkende laag heeft. Ja. En jij? Oké. Ik? Ik denk... Ja. Je truien van Smooth. Ja, dat is dat. Dat wou ik ook zeggen, ja. Ik wou mijn truien van Smooth zeggen, maar ik heb er wel veel, dus. Ja. Ik heb er wel 4 of 5 of zo, dus. Ja. Oké, en dan onze resoluties voor 2019. Resolutions, oké. Wat zijn uw nieuwjaarsresoluties? Ik vind altijd nieuwjaarsresoluties zijn een beetje overrated. Want ik vind niet dat je op 1 januari moet zeggen... Oké, het is 1 januari, vandaag ga ik naar de gym. Vanaf nu ga ik een boek lezen elke week. Vanaf nu ga ik minder op mijn gsm zitten. Want dan houd je toch niet van. Je kunt dat nu ook al doen, hè. Waarom 1 januari? Is nu... Dat is stupid, hè. Ja, het is 27. Het is nu 27ste, dus je kunt het nu ook al doen. Je moet geen 4 dagen meer wachten of 5 dagen meer wachten om daarmee te beginnen, hè. Nee, inderdaad. Dat vind ik ook altijd. Mensen stellen heel vaak uit en hebben heel veel uitstelgedrag, maar... Als je iets wilt, als ik iets wil, dan doe ik het. En dan ga ik niet wachten van oh, ik doe dat wel in het nieuwe jaar, want dat is stom, vind ik. Maar dat is ieder zijn ding natuurlijk. Voor mij gewoon iets wat ik wil volhouden, waar we al goed bezig zijn, is sporten. Ja. We trainen met Dylan van BeMore. Training, personal training. Mm-hmm. En dat gaat heel goed. Ja. Nu met de feestdagen merk ik wel, het is moeilijker om ons ritme in dat eten te vinden. Ja. Maar... ja, we komen er wel. Vindt ik ga wel blij goed. Zijn als we terug in haar ritme. Ja, het is kei goed dat we dat samen doen en dat we allebei elkaar zo upliften. Ja, motiveren. Allebei en ik doe dat ook echt oprecht wel heel graag. Het is echt fijn om te doen. Ik ga heel graag naar de gym. En... Gelijk je al zei, het werkt zo'n beetje verslavend wel. Ja, dat is dan mijn tweede thuis. Ja. Dus dat wil ik wel sowieso volhouden. Ja, ik wil sowieso. Echt wel een banging body hebben. Ons doel is tegen april. Dat is niet waar. Ons doel is tegen april, dus we gaan ervoor. Ja, april is zo een doelstelling, maar daarna gaan we verder. Ja, daarna gaan we niet stoppen, maar gaan het is niet, want iedereen vraagt, en tot hoe lang wilt je dat doen? Maar het is een soort levensstijl en niet iets waarvan je zegt, oh, ik ga nu even sporten tot we gaan nu een maand maart, diëten. En dan een maart stoppen, want we diëten ook niet. We letten op ons eten. Ja, het is ook een dieet, maar kijken dieet, naar onze calorieën en zo. Dat is een dieet, hè, maar dat komt gewoon verkeerd over bij sommige mensen. Dan maar dat is niet dieet. Een dieet van in de mate van, oké, we gaan undereten of weet ik veel wat. Ja, bijkomen, als je wilt bijkomen en je eet meer calorieën, dan noemt het ook een dieet. Hè. Dieet is gewoon een leven, een voedingsschema. Ja, maar het is geen dieet zoals een soepdieet of een sapdieet of een kuur of zo. Het is echt iets wat dat we... gewoon onze levensstijl van maken. Ja. Dus er staat geen einddatum op. En dat is ook wel een van de grootste resolutions voor 2019. Denk ik. Dat we daarmee willen verder gaan en groeien. En wat we daarmee sterker bezig zijn. Sterker worden. Sterker worden, joh. Beats machine worden, joh. Kijk, laat nog eens zien. Je ziet dat zo niet. Dat past bijna niet meer op camera beeld, biceps. Oké, next. Next. Een resolution. Zeker. Ik wil van Concept Island een nog groter gegeven maken. Dat we een gevestigde waarde worden in zo de online marketing wereld van Vlaanderen. Dus daar wil ik wel in groeien. Dat we dat de naam op zich bekender worden. Dat we meer klanten krijgen. Dat we misschien zelfs extra volk onder ons kunnen aannemen. En gewoon dat het bedrijf op zich kan groeien en de naam kan groeien. Daar wil ik wel echt voor gaan. Dat doe ik heel graag.
Dat is super, hè. Ja. Dat heb ik ongeveer ook wel zo met Totally Too. Ja. Ik wil gewoon dat de webshop nog groter wordt. Dat we misschien 2019 iemand kunnen aannemen in dienst. Wie weet. We doen het nu allemaal nog zelf. En dat gaat wel, maar het zou handig zijn als we iemand in dienst hadden. Dus dat is misschien wel iets wat ik in 2019 zou willen. Mm-hmm. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar we zullen zien. Dan misschien nog iets wat ik... Allee, dat is niet echt een resolution, maar iets wat ik voor 2019 zou zien, is dat we een groter huis kopen. Ja, daar hebben we al een verschillende keer over gepraat tegen elkaar, dat we een nieuw huis zouden willen kopen, ja. Samen. Iets wat nog in de buurt ligt, maar wel groter is, of een andere stijl van huis is. Mm-hmm. Dus dat zie ik ook wel zitten, dat we meer kunnen werken aan bepaalde projecten of zo, dat we meer ruimte hebben voor onszelf. Ja. Maar dat is echt geen prioriteit. Dat mag zijn tijd hebben, dus ja. Als dat niet volgend jaar is, is het zo. Nee, maar dat gaat wel komen in de toekomst. Denk ik. We wonen goed, maar wie weet, 2019 wordt misschien het jaar van het nieuwe huis. We shall see. Hoe knows. Ja. En dan wil ik ook nog gewoon het belangrijkste, denk ik, gezondheid voor u, voor de katjes, voor mij, voor mijn familie, voor mijn vrienden. Voor mijn familie en mijn vrienden. Ja, en voor jullie allemaal. En voor jullie allemaal, inderdaad. Dat is wel iets wat ik heel belangrijk vind. Ik hoop gewoon dat iedereen gezond is en dat er niks gebeurt of uit vasthouden of zo met onze familie of vrienden. En dat iedereen gelukkig is en gezond is. Ja, echt wel. Dat is belangrijk. Ik denk dat we voor de rest geen speciale dingen gaan veranderen. Nee, veranderen zeker niet. Of zo, ik denk wel dat het goed is. Iets wat ik misschien wel meer wil doen, is wat meer lezen of zo. Ik lees heel graag thans, maar ik maak daar te weinig tijd voor. Dus dat zou ik misschien wel iets meer willen doen. Ja, dat is waar. Want ik merk als ik op vakantie ben, dan lees ik altijd 3 of 4 boeken. Ja, dat is echt. Op 2 weken of zo. En ik doe dat heel graag. En dat is rustgevend voor u. Ja, dat wil ik misschien wel wat meer doen. Mm-hmm. En misschien terug wat meer into yoga en flow geraken, zoals ik een tijd geleden deed. Want daar merkte ik wel dat het goed was voor hierboven, voor de bovenkamer. En wat meer mediteren of zo. Dus die dingen wil ik misschien wel gewoon wat meer kunnen toepassen, maar ja, ik moet ook zien hoe dat gaat. En ja, tuurlijk. Ja. Dus dat komt wel. Zwaar. Voor de rest. Voor de rest. Dus denk ik dat we dit gewoon wel moeten verder zetten. Hè? Dit ook gewoon blijven onderhouden. Vloggen ook. Ah ja, blijven goede content voorzien voor jullie. Ja. Hopen dat jullie allemaal blijven kijken. Dat er misschien extra kijkers bij komen. Ja. En dat wij goed kunnen zo. En ik vind het fijn ook dat je zo interactie kunt houden met de mensen die nu aan het kijken zijn. Ja, als jullie allemaal reageren onder de video, dan vind ik het leuk om dat te lezen. Of om er terug op te reageren. Te antwoorden, ja. Dus dat is tof als jullie dat doen. Mm-hmm. Klopt. Ja. Oké, was het dan? Denk het wel. Ik ben heel benieuwd als we volgend jaar dit terugkijken, hoe dat we dan daarover denken, hè? Wat dat we hebben gezegd. Als we nog steeds hier zitten in deze zetel of ergens anders. Misschien ergens anders. Dat weten we niet natuurlijk, dus we zullen zien. Volgend jaar, op 27 december 2019, kijken we deze video terug. Is goed? Zet jij dan aan de agenda? Oké. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Laat ons zeker in de comments weten wat dat jullie New Year's resolutions zijn. Ik ben heel benieuwd. Gaan jullie iets speciaals veranderen? Gaan jullie meer naar de gym gaan? Gaan jullie... Ik weet het niet. Laat het ons gewoon weten. En wij zien jullie morgen.